school. Nou, is goed, waar. We zijn dit jaar niet stappen veranderd. Wij mogen nu even kijken. Wij kunnen een keer kijken. Helemaal goed. Kijk, dit is een diepe huur. Ja, goeie avond. Het is 10 juli, half 7 s'avonds. En wij horen nog wat geroezemoes. En van harte welkom, ouders, opa's, oma's, broers, zussen, broertjes, zusjes, vrienden, vriendinnen, wellicht. De zaal zit morgen veel. Natuurlijk ook collega's, ontzettend fijn dat jullie er zijn. Bijzonder welkom, juf Jeannette. Juf Jeannette is er ook. Lange tijd afwezig, dus als ik weet niet waar je zit, maar het zit er gaaf. Helemaal gaaf dat je het bent. Hey, we hebben hard gewerkt de afgelopen maanden, kinderen vooral natuurlijk. Ik heb vandaag wel enorm genoten van ochtend, vanmiddag, maar vanavond mag het echt gaan gebeuren. Hey, de kinderen gaan zich voorstellen, de rol die ze zijn, die ze spelen. En daarna gaat de musical zelf beginnen. Hey, welkom op de camping. Alles en heel veel plezier. Thank you.
uitstekend van de camping. Daar was het plan. Daar komt het restaurant wel. We hebben gewoon meer ruimte nodig. Pak je dozen en vertrek. We willen beginnen met de bungalows. Zeker nu de bouw van het restaurant zo goed van start is gegaan. Kijk. Jullie zien het. De eerste steen is gelegd. Tijd om te vertrekken. Maar ik ben nog helemaal niet klaar met inpakken. Mijn vader en jij waren goede vrienden, Foto. Laat het respect voor. Dus ik geef je nog één extra dag en daarna ga ik je alles plat. Maak check. Rot dat je bent. Dus het weer tegen liefje helpen. Dan krijg je een mooi nieuw armband van me. Van echt goud. Alles gaat je plat, meisje. Reken daar maar op. Alles gaat volgens mijn plannen. Mijn tekeningen. Mijn ontwerp. Alleen de vierkante raam van het restaurant. Die zal ook rond kunnen, toch? Heb jij commentaar bij vierkant ontwerp? Nee, maar rond is toch ook leuk? Waar ben je gaan aan, man? Ik moet graag op. Je krijgt één extra dag van me, hoor je me? Eén dag! Ik heb hier nu bij staan. Welkom op Catfish, alles met!
Zo, Dick, ik kon het warmte echt niet doorheen hoor. Mijn vrouw draagt je geschiedenis ook nog geen deel meer uit. Klopt, ze heeft altijd ook mijn vergoeding goed uitgevoerd. Ze maakt altijd opmerkingen over slechte zus, slechte mezelf. Je hebt geen slechte vrienden, Steven. Je slaapt een slechte vrienden, Steven. Dat is wat anders. Goed, zeg geen geval. En als ik wel een keer iets aan te merken heb over je geur, moet je dat natuurlijk niet letterlijk opvatten. Hoe moet je dat dan opvatten? Jo, per, toch? Figuren, grapje, hamer, grapje. Jo, per, als ik je verveer sta. Nee man, dit is juist leuk van papier. Ben je al stuk? Ben je nog even? Kom, ik heb gewoon.
leven. Oh!
alleen maar troepen hoor. Maar ga je gang. Kijk, duikbril van Wendy. Ik had het echt gezegd. Jij zult wat zitten. Wasmachine gaat. Wat? Dus hoe hoort je de wasmachine? Zo'n ding maar minstens 600 omwervingen per minuut. Ja, leuk hè. Dan zijn ze niet geweldig. Noodgedwongen.
wachten. Nee, sorry, vergeten. Maakt niet uit, op een camping heb je aan een leven genoeg. Ik kan je, ik ga je barbecuen. Ja! Ga dan nog niet zo hard of wel. Nee! Wat doe je nu? Ga je de inhoud van die fles op de barbecue gieten? Ja! Oh.
dus wist ik niet dat Vicky en Linda er niet zijn. Meisjes zijn verschrikkelijk. Meen je dat nou? Je vorige trip deed lief op hakken. Dat zag er niet uit. Dat is mij niet opgevallen. Hoe liep ze dan? Niet alle meisjes lopen zo. Dat gelukkig niet. Yeah.
Vijf, het is niet van deze auto.
Soms moet je de stad doen.
Bedankt voor de cursus barbecue, oma Jut. Het was heerlijk. Graag gedaan. Leuk om te zien dat je er weer dikker mag zijn. Zeker. Voor mij is Kai a brother from another mother. En Luna van een andere moeder. De leerlingen doen inzien dat geld niet gelukkig maakt. Een sage van mij leren kopen een lang koestuk van het is van leer. Iedereen vanuit de Sint Jack, die kent is een succes en dat komt op over. Hij is de beste beheerder die je maar kunt wensen. Als ik hem echt zo goed rijd, moet ik dan toch weer zien. Ik heb alles weer blij open. Samen, hebben we samen.
Nee, dat is die van Aalst. Ik zit ook hier mee te zingen en zo. Terwijl, ja, we kunnen liedjes wel dromen. Ik weet niet hoe jullie het hebben ervaren. Ik kan wel zeggen 3 keer gezien. Nee, ik heb hem wel 10 keer gezien, 15 keer. Hè. Ja. Zoeken. Ja. Op 1 avondje oud en hoeft niet zo heel veel meer te zeggen, dus dat is goed. Wow. En ik vond ook heel veel. Ik zag het niet in de coulissen erachter, zeg maar, dat meester Niels en juf Chantal hebben het gezien. Maar ik zag jullie hier stralen en dan gewoon heel veel lol hebben. Het was niet misschien wel spannend en zo, maar je was bezig en je genoot en je zag al die bekende mensen. En die zag je waarschijnlijk ook genieten. En het was zo'n mooie wisselwerking. Jullie hebben gewoon gestraald, heerlijk gespeeld. En volgens mij was het echt alle inspanningen waar die met elkaar hebben gedaan. Super, super leuk proces. Ja, om dit samen met deze kids zo mee te mogen maken. Ja, en natuurlijk met alle hulp, maar daar kom ik op terug. Ja, wacht. Even praktisch worden. Ook jongens, meisjes, blijf nog even staan. En ook voor jullie zit nog een kleine boodschap in. Want we gaan het hier zo afronden voor een deel van de mensen. Die zullen waarschijnlijk gewoon lekker naar huis gaan. Een ander deel van de mensen gaat straks met ons mee. Dan gaan we naar de parel om verder met de afscheidsavond verder te gaan. En er moet best nog heel veel gebeuren. En heel veel ouders weten het al wel. We hebben de uitdaging namelijk om ons decor, alles weer op te ruimen. Nou, een aantal mensen hebben zich daarvoor aangemeld. Ik zou je willen oproepen van, joh, als je mee wil helpen meedragen. Mijn auto staat voor, de auto van de vader van Aan staat voor en de kar staat voor. Heel veel spulletjes moeten daarin, ook die planken erachterin. Ik wil aan jullie, de kinderen, straks vragen, joh, als je straks gaat omkleden, hè, niet er nog even van, maar wees ook, ja, liefst een beetje praktisch snel je eigen kleren snel opruimen, je eigen, of je musical kleren, eigen kleren weer aan. En geef dan wat van jullie is, als het mogelijk is, al mee aan je ouders. Dat scheelt gewoon. En hier in de zaal, De stoelen mogen worden opgestapeld. Ik heb daarvoor bijzondere instructies gekregen. Die stoelen mogen daarachter in de hoek komen te staan, want ze gaan uiteindelijk hier weg. En je hebt hier rode stoelen en blauwe stoelen. En rood mag tot 16 hoog, onthoud maar. Ik heb er nog geen ezelsbruggetje voor. En blauw mag tot 8. Rood 16, blauw 8. En slepen met stoelen over deze prachtige vloer is uit de boze, dus mag niet. Ja, er staat een kaartje achterin. Ik wil je oproepen, ja, help elkaar even om dat ook voor elkaar te krijgen. Ja, dan is straks de zaal hier helemaal leeg. En spoed je dan naar de parel als je erbij hoort. Verder. Hartelijk dank voor jullie komst. Tot ziens. Of...